Heeft er komt even een klein sms'je binnen voor Hans. Ik moet het even zeggen, ja. Hans, want dat vind ik zo ontzettend lief. Staat hier, lieve Geer. Ik zie dat je met Hans Kraaij in de studio bent. En hij wil hem even feliciteren namens Siska Bauer uit Bergen. Heb je ooit nog een keer heel hard genomen? Ja, Daniel. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daniëlle Overgaag, ja, de vrouw van de juwelier. Ja, ja, klopt. Daniëlle Overgaag, van harte gefeliciteerd. En, ja, ook. Misschien kunnen we het ooit nog een keer overdoen als het nog net zo gaat als toen. Dan staat hier nog weer in de parkeergarage. Liesje van de Goud uit Schagen en Lieselot. Ja. Uitschagen. En ja. De hartelijke groeten, van harte gefeliciteerd. En ja, maar hier ik denk wil ik niet naast zitten. Aan onze jij bent gewoon terug. De serie verkrachten, jij. Vuile tering, vieze ding. Jij bent gewoon de serie verkrachten, jij. Nou, je hebt de pony wel laten grazen, Kraaij, hè? Ja, maar waar kwam jij toen in die buurt daar terecht? Speelde nou, je toen daar? Trainingskamp. Lekker, man. Schagen. Wij moeten naar dezelfde toilet als hij. Ik hem al, hoor. Maar hij neemt nog een andere hoed op, echt. Het was wel een mooie hoed. Hey. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan het wel ontkennen, maar alle namen kloppen die je Gerard net jij kon zoveel meisjes krijgen, dat was echt niet normaal. Toen was je nog heel van de mooie blonde kronde haar en bruin en slank. Nou, slank ben je nog steeds, maar de rest is een beetje afgetakeld, zeg maar. Hij zag er heel goed uit. Ik heb erbij gezeten dat echt die meiden bij jou echt gewoon... Dat ik echt, wat is dit, joh, met die gast, joh? Zing je echt aan je... Nou ja, aan je... Nou ja. Maar het is leuk met Daar heeft Hans ook optimaal van geprofiteerd. Ja. Ja. En je snoept weinig af, hè, Hans? Ja, ja. Nee, maar het is toch... Nou ja, mijn vrouw zit nu te kijken. Die vindt het helemaal niet leuk. Maar die zegt altijd, bij Hans kunnen er twee duiven op zijn stok. En als die zijn best doet, kunnen ze nog een beetje fladderen. Ik vind het zeer minimaal. Bij mij zitten er gewoon vier papegaaien naast elkaar, hoor. Ja. Hey, ik ben erbij. Hey. Hoeveel zijn je twee duiven? Ja, bij mij zitten er vier papegaaien. En een eekhoorntje. Ja. Ik zeg altijd maar zo, je hoeft geen eikel te zijn om aan een boom te hangen. Of niet dan? Ik hoorde een keer... Hans, ik hoorde een keer een verhaal wat Hans' zijn vader mij vertelde. Nee, Hans... Kan dit nog wat je nu gaat vertellen? Ja, nee, maar die is niet echt, die is leuk. Hé, hey, Jan, want ik ben natuurlijk niet met een spiegeltje uit het bos gehaald. Zo zie ik er misschien wel uit, maar nee. Hans speelde bij Telstar en Hans had verkering in Eindhoven. En dan zou Hans s'avonds wel eens naar huis komen. Maar ook vaak bleef hij bij Van der Valk slapen. Ja. En Hans had een beetje een juffrouw met haar op de tanden. En Hans zou die avond in principe naar huis komen, maar hij kwam niet naar huis. Dus die juffrouw die denkt van... Ik ga bij Van der Valk bellen en die krijgt de balie aan de lijn. En die zegt van, mag ik de kamer van de heer Kraaij? En ze wordt doorverbonden. En dan krijgt ze een mevrouw aan de lijn. En die wordt boos. Die rijdt dus helemaal naar Noord-Holland. Intussen rijdt Hans gewoon naar huis in Eindhoven. En die trapt bij die kamer de deur in. Maar dat was een familie Kraaij uit Friesland die daar een nacht... Ja. Maar Kraaij zal er wat gehad hebben aan die stokken, hè? Niet normaal. Ja. En die meiden spelen allemaal blokfluit, dat is toch fantastisch. Nou, we gaan zo nog een poging wagen om Gerard ook nog te laten zingen. Gaat het nog lukken, Gerard, denk je? Ja? Dit is mijn vierde bij ons. Send me an angel, ja? Send me, het komt allemaal goed, joh. Dat is hartstikke leuk. Nog een bijzondere angel, of niet? Oh, oh. En je weet het nooit. Nou, zit u nou, dit is een stucadoor van een angel. En hij ik heb van de week, ik zeg net tegen hem... Nou, toevallig zijn er een paar tegels uit mijn badkamer vandaan. En hij zegt, wil je dat voor de kerst nog geregeld hebben? Ik zeg, nou, kom dan vanavond maar langs, dan regelen we het gelijk natuurlijk. Nee, dat laatste... Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.